Dag, hier is weer de vijfde opgave van het HAVO-scheikundeschema van 2018 over lignine. Begin met een vraag over micro- of macroniveau. Staat er een figuur? Je moet uitleggen of dat figuur een weergave op micro- of macroniveau is. Nou, ik zie een stuk van een molecuul staan. Ik keer hem dus even aan dat maar een deel van de molecuul is. Molecuul is een begrip op microniveau, dus het is een weergave op microniveau. Je kunt het ook anders zeggen. Je kunt ook zeggen, ik zie atomen. COH-atomen. Ik zie het ook bindingen, ik zie een structuurformule, ook dat zijn allemaal begrippen op microniveau. Wat de examenmakers niet goed rekenen, dat een bekende truc is om te zeggen, nou ik kan het niet met het blote oog zien en ook niet onder microscoop, dus dat is microniveau. Dat vinden ze geen voldoende antwoord. Je moet echt zeggen, wat is hier wel weergegeven en noem dan een begrip op microniveau, atoom, molecuul, binding en trek daar je conclusie uit. Gaan we naar vraag 24, een reactievergelijking van de hydrolyse van cellulose tot glucose. En dat is vooral een geklooi met N'tjes. Cellulose moet je zo aangeven, nou, dat komt voor de pijl te staan, C6H10O5, dat dan N keer, dus ik heb het H-stukje N keer. En dan hebben we een hydrolyse, en hydrolyse betekent een reactie met water, dus zet H2O voor de pijl. Wat is het resultaat van de hydrolyse? Glucose, C6H12O6. Weet je uit je hoofd denk ik, anders meer dan 66a. Die komt na een pijl. Het lastige is om het nu kloppend te maken. Ik heb hier N eenheden, C6H10O5. Die reageren allemaal met water tot glucose. Dus ik moet hier een N zetten. Zet hem niet achter. En dan zouden namelijk al die glucose moleculen aan elkaar zitten. En het doel van de hydrolyse is juist dat je die lange keten van het cellulose uit elkaar haalt tot losse glucose moleculen. Vandaar dat de N ervoor moet. Dan heb ik losse glucosemoleculen en dan N van die moleculen. Nou, om kloppen te maken, moet er ook nog een N voor dat water komen te staan. Elke eenheid, elke C6H10O5 die C6H12O6 wordt, heb je van 10 naar 12 twee H's voor nodig en 5 naar 6 1O, dus een water, vandaar dat ook daar een N komt te staan. Dit is het antwoord op vraag 24. Tijd voor vraag 25. Dat is een mooie invaloefening, de atoomeconomie van de reactie die daar staat, berekenen. En ze zeggen daarbij, kijk in binnen 37H. Nou, wat staat daar? Atoomeconomie is de massa van het product, wat je wil hebben. Gemiddelde massa van de beginstof keer 100%. Nou, wat is het product? Het gaat om het maken van ethanol, dus we moeten kijken naar ethanol. Dus neem niet de massa van ethanol en CO2 samen. Ja, als je dat doet, kom je altijd op een atoomeconomie van 100% uit. Het gewenste product is hier ethanol. Nou, de molmassa daarvan kun je gewoon een minus vinden, 98, en staat 46,069 gram per mol. Er ontstaan twee moleculen, twee mol van. Neem ik twee moleculen, dan heeft het een massa van twee keer zoveel, dus 92,138 U. Ik noem nu weer moleculen, net molaire massa, en de molaire massa en terwijl 98 staat, maar het getal is hetzelfde. De beginstoffen, nou eigenlijk is er maar één beginstof, dat is glucose, op die staat een minus terwijl 98. Namelijk 180,16 gram per mol. Dus de massa van onze beginstoffen, die is er eigenlijk maar één, is 180,16 U als je over één molecuul praat. Nou, deze twee getallen die ga ik gewoon invullen. Dus hier boven de massa van het gewenste product, ethanol, keer 2, want er worden er 2 gevormd, gedeeld door de massa van de beginstoffen, keer 100%, typ je dat in, dan komt er uit 51,14%. Gaan we naar vraag 26. Een puzzeltje om een molecuulformule van een stof waar je waarschijnlijk nooit van gehoord hebt, pyrrolidine, af te leiden. Nou, dit vonden veel leerlingen bij het examen een lastig puzzeltje. Ik heb hier de reactievergelijking nog even geschreven. Ik ga die woorden even omzetten in formules. Nou, ethaanzuur is CH3COH, het zuur met twee C'tjes. Mag je ook noteren als C2H4O2. Deze stof die ontstaat, dat wordt C4H10N met een plusje. Dus ik maak gewoon van die structuurformule even zo'n formule. En dan krijgen we ook nog CH3COH-. En dan was de vraag, wat moet hier nou voorkomen te staan? Nou, er staat bij dat het een base is. Een base is dat H+ opneemt. Dus je zou kunnen zeggen, nou, ik zoek een deeltje. En als dat een H+ opneemt, dan moet het dit worden. C4H10N+. Dus het deeltje moet dan zijn C4H9N. Het haatje en het plusje zijn allebei weg. En hier komt dat vandaan, deze H+ is ook weg en voor een CH3CO min. Je
kunt ook gewoon gaan tellen. Hè. Je kunt ook zeggen van, nou, ik heb hier voor de pijl, even zonder het antwoord C4, H9 en, staan hier twee C'tjes. En daar staan er vier. En daar staan er weer twee. Dus er missen nog vier C's voor de pijl. Dus C4. Ga je haakjes tellen. Nou, hier staan vier haakjes in. Dit zijn er 10 en dit zijn er 3, dat maakt 13. Nou, dat betekent hè, bij 4 iets te op te tellen om de 13 te komen, dat je nog 9 haakjes nodig hebt. En die en daar moet daar ook komen. Beide manieren, maakt niet uit hoe je het berekent. Het gaat alleen maar om het antwoord. En het antwoord is C4, H9N. Let op, geen lading. Na de pijl heb je hier een plus en een mindeeltje. Etage heeft ook geen lading, dus het deeltje voor de pijl heeft ook geen lading. Anders zou in de vergelijking de lading uit het niet ontstaan. Dat mag niet. Gaan we naar vraag 27. Hier staat een stukje uit een blokschema met een ruimte S1. En we moeten de namen van twee scheidingsmethoden noemen die worden gebruikt daar. Wat gebeurt hier? Er gaat een vaste stof in, droge houtpulp. Er komt een vloeistof bij. En dan wordt een deel van die houtpulp wordt opgelost, lignine, komt de ligninoplossing uit. En er komt een vaste stof uit. Dus dan maak je gebruik van verschillende oplosbaarheid. En die methode heet extraheren. Mag op extractie zetten. De tweede manier is als je extraheert, en dan los je een deel op. Een deel lost dus niet op. En wat niet oplost en wel oplost, moet je van elkaar scheiden. En dat kan je doen door te filtreren. De vaststof blijft in het filter achter. Je zou ook in plaats van filtreren kunnen zeggen, ik ga bezinken. Of eventueel ook nog centrifugeren in plaats van filtreren of bezinken. Bij vraag 28 moeten we het blokkenschema gaan uitbreiden. Een heel dik papier voor een bijlage met alleen dit blokschemaatje maar. En wat moeten we daar doen? We moeten een extra schuinsruimte S2 erbij zetten en stofstroom met de bijbehorende naam. Nou, wat staat er in het tekstje? De ligninoplossing wordt naar een schuinsruimte S2 opgebracht. Dus heb ik een blokje met S2 erachteraan. Wat gebeurt er in S2? Indampen. Dan krijgen we de vaste stof lignine. Nou, ik bel het lignine eruit. En een ionische vloeistof. Dus deze ionische vloeistof die hier S1 ingaat, dat lost de lignine in op. In S2 wordt het weer gesplitst, gescheiden van elkaar, vast lignine en ionische vloeistof. We zijn niet helemaal klaar, want er staat ook nog dat de ionische vloeistof wordt gerecirculeerd. Dus die wordt opnieuw gebruikt in S1. Nou, die ionische vloeistof gaat niet verloren hier. Dus hoef je niet een aparte invoer te hebben. Als het systeem eenmaal loopt, dan heb je geen extra ionische vloeistof van buiten nodig. Er is ook geen uitgang van ionische vloeistof, vandaar dat je hem echt hier aansluitend moet maken. En niet bijvoorbeeld hier halverwege dit pijltje aansluiten. Gaan we naar vraag 29. Dat gaat eigenlijk ook weer over dit proces. Je moet hier twee bewerkingen noemen waar warmte voor kan worden gebruikt. De warmte ontstaat dan bij het verbranden van lignine. Nou, je ziet hier staan droge houtpulp. Drogen van houtpulp, daar kun je die energie voor gebruiken. Tweede is het indampen. Indampen van de lignine oplossing om precies te zijn. Wat in S2 gebeurt, nou, dat kost natuurlijk ook energie. Daar kun je warmte ook voor gebruiken. Dus dat is een tweede reden. Komen we bij vraag 30. De laatste vraag. Hier moeten we aan het rekenen slaan met de vormingswarmte. Het gaat over de reactie die hier gegeven is. Reactie 2. Nou, ik ga het even uitgebreid noteren. Sommige mensen schrijven dat wel sneller op, maar ik neem even een uitgebreide versie voor mensen die het lastig vinden. Eerst schrijf ik op de formules van de stoffen. En dat zijn gewoon de stoffen die in deze reactievergelijking zijn gegeven. In de tweede kolom ga ik de vormingswarmte opzoeken. Nou, de vormingswarmte van C5H6O2, wat zie je als lignine bedoelen, die staat natuurlijk niet in minas, die is gegeven in de vraag. Lees er niet overheen. -7,0 maal 10^5 joule per mol. Zuurstof vind je ook niet in binas. Het is een element, niet tot leefbare stof, dus die is nul. We moeten in binas 57a kijken. Daar vind je die van koolstofdioxide en die van water. Let op, het is vloeibaar water. Dus we moeten -286 maal 10^5 nemen en niet -242 maal 10^5. Die staat er ook in, geldt voor water dan. Nou, dit is allemaal joule per mol. Er is niet overal 1 mol van, dus ik ga kijken naar de reactievergelijking. Staat er 2 mol lignine, dus je doet dit keer 2. Nou, die zuurstof die zou keer 11 moeten, maar goed, dat maakt niet uit. Met de stof 0. 10 keer CO2, dus deze moet keer 10. En 6 keer H2O, dus die moet keer 6.
Dan moet ik nog even opletten dat, ik noem dat de kolom met het juiste teken, de stoffen aan de linkerkant van de pijl, die worden niet gevormd, die worden ontleed, dus daar draai ik het teken van om. Dus die min wordt een plus, nou, bij 0 maakt dat niet uit, die heb ik hier weggelaten. En die twee stoffen die hier ontstaan, dus rechts van de pijl, dan laat ik het minnetje gewoon staan. Nou, ik kan deze getallen nu bij elkaar op gaan tellen. En dan komt er min 42,51, tot de vijfde joule uit. Zijn we nog niet helemaal klaar. Heel veel leerlingen vergaten het laatste stapje wat nu nog komt. En wat is namelijk de vraag? Ze vragen de reactiewarmte in joule per mol C5H6O2. En wat staat er? Er staat een tweetje. Dus deze voor het energie is per 2 mol C5H6O2. Nou, per 1 mol moet je dat getal door 2 delen. En dan kom je op het eindantwoord. Min 21,3 maal 10 tot de vijfde joule per mol C5H6O2. En dat is het einde van deze vraag en dit filmpje. Het laatste filmpje komt straks. Tot dan.